Als je echt een heel klein budget hebt, ik bedoel echt een mini budget, en je wil één ding kopen waarmee je meteen heel veel dingen kan, dit blok is voor jou. Dit is zo tof. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Action DIY. Eigenlijk een shoplog. Mijn naam is Elise en op mijn eigen kanaal Elise Dingen deel ik heel veel creativiteit. Dingen over mijn bullet journal, DIY's. En vandaag laat ik je dus zien wat voor creatieve spulletjes ik heb gekocht bij Action. Het zijn natuurlijk een beetje gekke tijden en als je naar de winkel gaat, houd je dan alsjeblieft aan de regels. Ik heb nu wat dingen geshopt die ik je ga laten zien. En misschien kan ik je daarmee een beetje inspireren wat jij kunt kopen, zodat je ook gericht naar de winkel kunt gaan. En ook zo snel mogelijk de winkel weer uit kunt gaan. Nou, genoeg juf Elise, tijd voor de shoplog. Het zijn eigenlijk allemaal dingen die wel bij bullet journaling passen. Iets wat ik zelf heel fijn vind. Juist ook in deze tijd, nu je misschien je eigen ritme een beetje moet creëren, dan komt een bullet journal heel goed van pas. En het is toch een manier om gewoon lekker creatief bezig te zijn. Dan begin ik met het basisitem, het bullet journal zelf. Ik heb er twee meegenomen, want ja, ik kon niet kiezen. Ze zijn allebei zo leuk. Er zijn nog meer varianten, maar dit vond ik wel de vrolijkste. Eentje met vlekjes en een roze met daarop wie... creative. Nou, dat gaan we zeker zijn. Het zijn dus bullet journals, dus aan de binnenkant hebben ze stipjes. En wat ik zelf ook heel erg fijn vind, is dat ze van die linten hebben. Dus kan je je bladzijden makkelijk terugvinden. Wat ik ook wel heel leuk vind, is wanneer je journal net opent, zit er een klein boekje in met daarin een paar ideeën hoe je je journal kunt gebruiken. Dus wil je misschien beginnen met een bullet journal, maar weet je niet zo goed wat je er allemaal in op kunt schrijven, dan kun je hier ook heel veel inspiratie uithalen. Voor deze vrolijke bullet journals betaal je €1,79 per stuk. Het volgende wat ik heb meegenomen is een van mijn favoriete knutselproducten, namelijk washi tape. Ik vind dit super leuk om in mijn journal te gebruiken, maar je kunt het eigenlijk op van alles en nog wat gebruiken. Het is ook heel leuk om bijvoorbeeld post of een leuk kaartje mee te versieren. Ik gebruik het graag in mijn journal om de bladzijden net even wat vrolijker te maken. Maar het is ook heel handig om foutjes mee weg te werken. Dit is een doosje met allemaal verschillende soorten tapejes erin. Echt heel leuk dat het zo'n mix is. Voor dit doosje met washi tape betaal je €2,99. En ik heb nog meer washi tape meegenomen, namelijk deze twee doosjes. Deze heeft eigenlijk een beetje van alles en nog wat. Pijltjes, stipjes, streepjes, hartjes. Voor deze pakjes washi tape betaal je €0,79 per stuk. Omdat je natuurlijk ook wil schrijven in je bullet journal, heb ik pennen meegenomen. Ik vind deze heel erg leuk. Ik heb deze vaker gekocht. Ze zijn namelijk in allemaal verschillende kleuren. Ze schrijven gewoon zoals je verwacht van een gewone pen. Alleen schrijven ze dus allemaal in een andere kleur. Dat ziet er meteen een stuk vrolijker uit. En ik vind dat zelf heel handig in een bullet journal. Wanneer je bijvoorbeeld verschillende doelen of verschillende taken bij wilt houden. Dan kun je elk doel of elke taak een andere kleur geven. En zo hou je het overzichtelijk voor jezelf. Deze vrolijke pennen die kosten €0,99 per pakje. Dan iets wat niet per se mooi is, maar wel gewoon super handig. Lijmstiften. Ik heb deze prit varianten meegenomen bij Action. Deze kostte geloof ik €1,99 per pakje. En het schijnt dat deze lijmstiften ook nog gekleurd zijn. Dus dat deze blauwe lijm heeft deze paarse lijm. Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe dat uitpakt op papier. Dus dat gaan we even testen. Hij is wel paars. Hij is wel echt paars. Cool. En hij plakt. Oké, dat is natuurlijk wat je wil. En het is natuurlijk ook handig, want je kunt precies zien waar je al wel lijm hebt gesmeerd en waar nog niet. Kleine tip van mij, misschien heb je al wel zo'n soort lijm in huis. Dat is ook hele fijne lijm, maar die zou ik persoonlijk niet gebruiken in een bullet journal, want dat papier is wat dunner. En dan heb je kans dat je papier een beetje gaat verfrommelen, dat het een beetje lelijk wordt. Dus liever zo'n lijmstift of iets anders wat ik zelf heel graag in mijn bullet journal gebruik. Dubbelzijdig tape. Dit is zo fijn spul, zo handig. Het werkt eigenlijk net als plakband. Je trekt er gewoon een stukje af, knip je eraf. En als je het opplakt, dan heb je een randje die je er weer af kan trekken. En dan plakt het dus aan beide kanten. Zo kun je je plaatje of je foto of je recept, wat je maar wil opplakken, heel handig opplakken. Alright, pennen. Pennen zijn handig. Ik heb je natuurlijk al leuke gekleurde pennen laten zien, maar deze pennen zijn ook heel erg leuk. Ik heb twee verschillende soorten meegenomen. Deze schrijven allebei blauw. Deze pennen hebben ook allemaal andere teksten erop staan. De bovenste zegt normal is boring. Happy mind, happy life, zegt de middelste. En op de onderste zegt, alsof die pen dat zegt. Dat staat erop. En op de onderste staat all we have is now. En deze pen heeft glitters. En ik vond deze kleur blauw heel erg leuk passen bij een van de bullet journals die ik je liet zien. Want die heeft precies hetzelfde kleur lint of elastiek om het journal heen zitten. Dus ik dacht, dat matcht wel leuk. Ja, deze pennen schrijven ook gewoon blauw. En eerlijk gezegd vind ik ze ook net iets lekkerder schrijven dan die glitterpen. Al ziet die er wel heel leuk uit. Het volgende is voor mij iets nieuws. Misschien heb jij het al wel gespot in Action, maar
Ik heb ze nog niet eerder gezien. En ze zijn echt specifiek voor journaling. Ik vind dat zo tof. Het zijn grote blokken. En volgens mij zitten er allerlei verschillende prints in. Maar ook plaatjes die je kunt uitknippen voor in je bullet journal. Ik ga er gewoon even doorheen bladeren. Oh, ik zie meteen al dat die achterste bladzijden, die hebben die cuts erin. Dus dat zijn plaatjes die je al eruit kunt drukken. Die zijn een beetje voorgesneden. Hier kun je allemaal verjaardagen opschrijven. Of hier dus een to-do-lijstje maken met dingen die je nog wilt doen. Oh, dit vind ik ook heel handig. Hier heb je gewoon alle maanden van het jaar. En dan hoef je dat dus niet op te schrijven. Dus ook al vind je jezelf niet creatief, ik weet zeker dat je met zo'n blok ook heel goed kan journalen. Ook zitten er wat grotere quotes in. Dat is ook wel heel erg leuk voor een beetje een inspiratiepagina of een soort motivatiepagina voor jezelf. Dit vind ik ook heel handig, want dit zijn trackers. Dus dan kan je bijhouden hoeveel water je hebt gedronken, wanneer je hebt gesport in de week, of je 10.000 stappen hebt gelopen. Ik zie ook dat alles er twee keer in zit. Dus als je het een keer gebruikt, dan ben je er nog niet helemaal doorheen. Heb je nog een bladzijde waar je diezelfde plaatjes nog een keer kunt gebruiken. Ook zit er een aantal bladzijden in met hele grote prints erop. Ik zie hier een hartjespatroon, bladeren, soort takjes. Ik gebruik dit soort bladzijden in mijn journal wanneer ik een bladzijde een beetje heb verprutst. Of wanneer ik ergens niet tevreden mee ben. Plak je dit er gewoon overheen. Heb je meteen een leuke achtergrond om verder op te werken. En dan zie je je foutjes ook niet. Ja, het is echt wel een heel gevarieerd blok. Oh, deze bloemen vind ik ook heel erg leuk. En ik heb dus nog zo'n blok meegenomen. Dat is deze. En deze ziet er weer heel anders uit. Heeft ook een beetje een andere stijl. Achterin heeft hij ook weer heel veel bloemen. Maar ook teksten. Ook heel veel met goudfolie. Vind ik ook altijd wel heel erg leuk. En ook hier zitten weer allemaal lijstjes in. En ook een soort labeltjes waar je dan een naam op kan schrijven of een titel op kan maken. Ook hier heb je weer alle maanden. Oh, en er staan zelfs ook een aantal feestdagen op. Dat is ook wel heel handig. Wat ook heel erg leuk is als je je journal meer als dagboek gebruikt, zijn deze icoontjes. Want daarop staan een zonnetje, wolken. En dan kan je dus een beetje bijhouden wat voor weer het die dag was. Misschien had het weer wel invloed op je humeur, op hoe je je voelde die dag. Ook die grotere trackers, die staan hier ook weer in, maar dan in andere kleuren. Ik moet zeggen dat deze kleuren mij wel heel erg aanspreken. Hele vrolijke kleuren. Nog meer gekleurde bloemetjes, altijd leuk. Ja, het is echt een heel gevarieerd blok. Hier nog een aantal bladeren. En dat was hem. Alles zit er dus twee keer in, dus je hoeft niet te zuinig te zijn op de plaatjes die je mooi vindt. En deze grote bullet journal journaling design pads kosten €2,49 per blok. Het volgende is iets wat ik ook heel graag in mijn journal gebruik. Stickers. Stickers gebruik ik eigenlijk graag overal op. Ik vind stickers heel leuk. Deze zijn een beetje huiselijk met een stoel en plantjes. En het ziet er gewoon een beetje gezellig uit. Misschien ook heel erg leuk als je een bladzijde maakt over je huis. Of als je net verhuisd bent of zo. Of misschien een soort wishlist voor dingen die je wil veranderen in je huis. Ja, echt heel erg leuk. En het zijn shaker stickers. Dus dat betekent dat als je ze zou schudden, dan zie je de glitters die erin zitten, die gaan dan een beetje heen en weer. Dus dat geeft ook wel een heel leuk effect. En over stickers gesproken, het volgende blok wat ik hier heb, heeft ook stickers. En dit is een van mijn favoriete Action producten. Gelukkig komen ze één keer in de zoveel tijd met nieuwe varianten hiervan. Dit is een luxe papierblok. En hier zit echt van alles op. Als je echt een heel klein budget hebt, ik bedoel echt een mini 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 budget. En je wil één ding kopen waarmee je meteen heel veel dingen kan. Dit blok is voor jou. Dit is zo tof. Je hebt hier stickers, je hebt plaatjes. Je hebt zelfs vellum, wat een soort doorzichtig vel is met gouden letters erop. Dit zijn bijvoorbeeld allemaal die-cuts. Dus van die plaatjes die je uit het papier kunt drukken. Dit is vellum. Hier kijk je eigenlijk doorheen, maar hier staan dus allemaal leuke quotes op. En de achtergrond is doorzichtig, dus daar kun je ook hele leuke dingen mee doen. Hier hebben we allemaal stickers. Love it! Love stickers. En ik vind het heel erg leuk dat hier allemaal katten op staan, maar ook allemaal tekstjes. Dan hebben we ook heel veel bladzijden met gewoon hele toffe prints. En dit blok specifiek is een beetje in een soort girl power thema, wat ik zelf heel erg leuk vind. Ook de kleuren vind ik super leuk. Het papier is ook best wel stevig, dat vind ik zelf heel fijn. Hier een soort vlekjes print. Hier hebben we bananen. En er staat bananas. For you. Let's go bananas. Hier hebben we een leuke confetti print. Roze met verschillende gekleurde stickers erop. Oeh, een tijgerprint. Die vind ik ook heel erg tof. Hier hebben we allemaal aardbeien. Dat past natuurlijk ook heel goed bij deze tijd van het jaar. Ja, echt super leuke plaatjes. Als je hier je bullet journal niet vrolijk mee maakt, ja, dan weet ik het echt niet meer. En dit gevarieerde blok, dames en heren, jongens en meisjes, kost maar €1,59. Hoe leuk! Dan nog een paar praktische dingen. Ze zijn niet heel bijzonder, maar het is gewoon handig om te hebben. Correctievloeistof. Als je een foutje maakt, kan je hier gewoon zo
het foutje mee wegwerken. Hartstikke handig. Dit soort clipjes vind ik zelf ook heel fijn. Vooral als je in je bullet journal aan het werken bent en de bladzijde valt af en toe om. Misschien ken je het wel. Zet je gewoon zo'n clipje aan je bladzijde en dan blijft je bullet journal gewoon mooi openstaan. En een setje met fineliners. Ik vind het namelijk heel fijn om een overzicht te maken met fineliners. Vooral de zwarte. En ik vind fineliners heel tof om mee te doodelen in mijn bullet journal. Dus kleine tekeningetjes te maken. Dit is ook heel tof. Tenminste, het lijkt me heel tof, want dit is ook iets waar ik nog niet mee gewerkt heb. Bullet journal scrapbooking. En het is een beetje een combinatie van een bullet journal, alleen zitten er geen stipjes in, maar hokjes. Weet niet of ik dat zelf heel handig zou vinden, maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat misschien fijner vinden. Maar wat ik vooral heel leuk vond hieraan, is dat er heel veel plaatjes in staan. En deze plaatjes zijn eigenlijk allemaal weer een bullet journal thema, want ze zijn heel erg gericht op plannen. Op dagen van de week, op maanden, op to-do-lijstjes maken. Maar ze zijn ook allemaal in verschillende thema's. Dus je hebt bijna voor iedere week wel een ander thema klaar liggen in dit boekje, wat ik heel erg tof vind. Eén klein nadeel is wel dat de bladzijden dubbelzijdig zijn. Dus als je bijvoorbeeld deze letters wilt uitknippen, dat je die wilt gebruiken, ja, dan weet je dus wel dat je een deel van dit patroon mist. Of als je bijvoorbeeld dit plaatje van Weekend uit wilt knippen, dan mis je dus wel een hapje uit dit patroon. En voor dit bullet journal scrapbooking boekje betaal je €2,49. Al deze producten ga ik binnenkort gebruiken in een nieuwe Action DIY. Dus wil je die niet missen, abonneer je dan op dit kanaal. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Gezellig dat je erbij was. En hopelijk tot de volgende video. Doeg!